Welkom terug bij Notulen, het politiek programma van Link dat er één keer per maand is over de politiek op Voorne-Putten. De eerste half uur hebben we het even over onze eigen toekomst gehad, zullen we maar zeggen. Het eerste half jaar, wat gaan we doen? En zoals Dick het afgelopen half uur ook al heeft gezegd, het burgemeestersuurtje komt terug op de radio. Iets wat we in coronatijd hebben gehad, maar wat we nu een nieuw leven gaan inblazen. Het uur tussen 7 en 8, maar vandaag tussen 7:30 en 9:00. Dan is een van de burgemeesters van het eiland Voorne-Putten bij ons te gast. En vandaag is dat een man die nog nooit eerder bij ons te gast is geweest. Want in het eerste halfjaar van Notulen hebben we hier Peter Reewinkel gehad voor de gemeente Voorne aan Zee. Gesticht, zullen we maar zeggen, op 1 januari 2023 uit de gemeente Hellevoetsluis, Brielen en West-Voorne. En omgedoopt dus nu tot die mooie gemeente Voorne aan Zee. En sinds 11 juli van dit jaar is er een nieuwe burgemeester, Arno Schepers. En hij is bij ons in de studio. Goedenavond. Goedenavond. We hebben afgesproken elkaar te toetoyeren. Zeker gezien het feit dat we er de komende maanden elkaar wel wat vaker gaan zien. Ja, heel fijn. Ja, de eerste vraag die dan natuurlijk opkomt. De mensen zullen u je niet kennen. Wie is Arno Schepers? Ja, dat is een hele brede vraag. Wie is Arno Schepers? Arno Schepers is 43 jaar oud. Ik ben vader van twee meiden, van Julie, die is bijna 7, en Sophie, die is net 4, dus die is deze week voor het eerst naar school gegaan. Spannend. Zeker, heel spannend, ja. Maar ze had er beren veel zin in, ze was zo trots als een pauw. Ik ben getrouwd met Babette, 5 jaar nu. Ik woon nu nog in Hilversum, hard op zoek naar een huis hier in de gemeente Voorne aan Zee. En daar ben ik, in Hilversum ben ik ook 6 jaar wethouder geweest, voordat ik hier burgemeester werd. En dan ben ik ook daarvoor weer 6 jaar gemeenteraadslid geweest. Voor de VVD, hè? Voor de VVD, absoluut, ja. Daarvoor heb ik 18 jaar in de financiële wereld gewerkt. Ik ben afgestudeerd als registeraccountant, lang in de accountancy gewerkt. Daarna bij een internationale verzekeraar. Nou, dat is een beetje het technische deel. Maar daarnaast vind ik ook nog een heleboel dingen leuk. Ik ben een muziekliefhebber. Ik hou erg van films. Ik ben een hardloper. Dan heb je denk ik in een notendop wel een beetje te pakken wie ik ben. Ja, en afkomstig uit de mediastad zullen we dan maar zeggen. Hè? Ja. Dus wat dat betreft wellicht ook wel de aandacht gehad bij de media daar in absoluut. Hilversum. Absoluut, ik ben de laatste 2,5 jaar had ik het onderwerp media in mijn portefeuille als wethouder. Dus en in Hilversum gaat dat een beetje vanzelf eigenlijk. Ja. Ook al een beetje met de media op Voorne-Putten kennis gemaakt? Zeker, ja. We zijn gezegend met best veel lokale media. We hebben natuurlijk het regionale katern van het AD, dat heel actief is. We hebben Briels Nieuwsland, Weekblad West-Voorne, Groot Hellevoet, Link Media. Dus we zijn wat dat betreft eigenlijk goed bedeeld, vind ik. En was dat in de vorige plaatsen ook zoveel? Want dan heb je natuurlijk alle omroepen zitten in de commerciële zenders. Ja, dat zijn natuurlijk de grote landelijke omroepen, waarbij daar gaat het vaak niet zo vaak over Hilversum als gemeente. Maar daar hadden we ook twee regionale dag/weekbladen en ook een regionale tv- en radiozender. Dus dat is vergelijkbaar en daar ben ik ben blij dat dat hier ook zo is. Ja. Nu burgemeester, voor het eerst. Zeker. Wat trok je in het ambt van burgemeester? Nou, ik heb natuurlijk als raadslid en daarna als wethouder heb ik al wel een beetje het burgemeesterschap van de zijlijn mee kunnen krijgen. Op een gegeven moment kwam er een moment dat ik ging nadenken van ik ben nu voor de tweede periode ben ik wethouder. Wat wil ik hierna gaan doen? En gaandeweg is de liefde voor het burgemeesterschap gegroeid. En dat heeft een aantal redenen. Ik denk dat je als burgemeester heel erg het verschil kan maken in het leven van mensen. Je kan mensen aan elkaar verbinden. Je kan mensen het gevoel geven, of een grotere groep mensen het gevoel geven dat ze... je kan ze erkenning geven, je kan ze herkenning geven. En het gevoel geven dat ze erbij horen. Dat ze onderdeel zijn van onze samenleving. En in een samenleving waarbij mensen erg de neiging hebben zich in hun eigen bubbel terug te trekken, is dat heel belangrijk. Dat we elkaar weer gaan opzoeken. En daar kun je als burgemeester een hele belangrijke rol in spelen. En dan eigenlijk in een periode dat de animo voor het ambtsburgemeester aan het afnemen lijkt.
Ja, dat nou ja, ik weet niet eens of het lijkt is. Hè. Je ziet gewoon dat het aantal mensen dat reageert op vacatures, dat neemt gewoon objectief af. Dus ja, misschien is het een beetje tegen de trend in, maar ik vind het een waanzinnig mooi ambt en heel eervol. Ja. En een voorbeeld in het burgemeesterschap, is dat Pieter Broertjes bijvoorbeeld geweest in Hilversum? Pieter Broertjes is zeker een voorbeeld geweest, absoluut. Pieter is een, ik heb hem 5 jaar meegemaakt als raadslid en 2 jaar, ruim 2 jaar meegemaakt in het college. Dus ik heb ontzettend veel van hem geleerd. En in een van de dingen waar hij een voorbeeld van is het feit dat hij, Pieter was altijd heel erg bezig met wat er buiten gebeurt, wat er op straat gebeurt. Altijd als bestuurder, ja, je voelhorens houden met de samenleving en niet te veel in je ivoren toren. Ja, maatregelen voorgesteld als college op zowel de korte en de lange termijn. En als ik het heel erg kort samenvat, dan zou ik eigenlijk zeggen dat die maatregelen, dat ik die kan duiden als de wortel en de stok. De wortel en de stok? De wortel en de stok, ja. Het gaat met name om problematiek rond jongeren en we willen die jongeren perspectief bieden. Maar tegelijkertijd moeten ze dat perspectief ook wel aangrijpen. Daar kom ik zo even op terug. Eerst even over de hele korte termijn maatregelen. De korte termijn maatregelen die we hebben genomen is in de eerste plaats, en daar zijn we al een ruim aantal maanden geleden mee gestart, betekent gewoon meer zichtbaarheid in de wijk van de handhavers en de politie. Misschien dat jij je ook even voor kan stellen voor de collega's die jouw naam nog niet hadden. Marco Smit, en ik ben operationeel expert wijkagent en dat is voor het basisteam Haar en Vliet. En de gebieden waar ik operationeel ben is zeg maar Brielen, West-Voorne en Rokanje. Nou ja, het oude West-Voorne natuurlijk, dat is nu Brielen en Rokanje. Ja, en allemaal binnen de vlag. En de buitengebieden ook uiteraard. Ja, en onder de vlag van Voorne aan Zee. Voorne aan Zee, ja. En de zichtbaarheid van de politie de afgelopen maanden in de wijk is groot geweest. De politie is er veel geweest. We hebben ook een nieuwe wijkagent. Die zijn allemaal zichtbaar geweest in de wijk. Aanspreekbaar geweest en dat doet twee dingen. A, zorgt het ervoor dat de subjectieve veiligheid wat groter wordt. Het veiligheidsgevoel van inwoners, dat is bijzonder belangrijk. Die weten van, nou, de politie is er in ieder geval en ze komen snel als we ze nodig hebben. Maar het geeft ook een signaal aan de jongeren die de overlast veroorzaken van, we nemen dit heel erg serieus. Nou, ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat er voor jongeren in algemene zin in Oost-Voorne, dat geldt overigens ook voor Rokanje, niet zo superveel te doen is. En laat daar geen misverstand over bestaan. Dat er niet zoveel te doen is, is nooit een reden om rotzooi te schoppen of om overlast te veroorzaken. Maar er is niet zo heel veel te doen. Dus wat we gaan doen is kijken of we in ieder geval meer activiteiten voor jongeren kunnen organiseren. Dat doen we samen met het jongerenwerk van Stichting PUSH. Maar we gaan ook met een organisatie uit Rotterdam met de jongeren in gesprek om ze perspectief te bieden en aan te geven van, joh, we willen alleen niet spreken met de jongeren over de problemen die ze veroorzaken, maar ook met de problemen die ze ervaren en of we ze daarin kunnen ondersteunen. En daar komt dat verhaal van die wortel en de stok. We willen jongeren helpen met activiteiten, we willen ze helpen met een opleiding, we willen ze kijken of we ze kunnen helpen met een baan, we staan voor ze klaar, met andere woorden, maar ze moeten die kans wel zelf grijpen. En als dat niet gebeurt, dan is er een andere kant van de medaille. Dan zijn we er ook als overheid, maar op een onplezierige manier. En dan gaan we het over wijkverboden hebben. En dan komen er andere juridische zaken om de hoek. En dat is de, nou ja, dat is dus de stok, dat is de minder plezierige kant van de zaak. En die hebben we ook wel degelijk als mogelijkheid. Maar we willen in ieder geval vanuit de positieve insteek kijken of we ze kunnen perspectief kunnen bieden. Met activiteiten, maar dus ook een gesprek met een club uit Rotterdam. Nou, die hebben onder andere ervaring in Rotterdam-Zuid. Welke? TOS. Ja, thuis. Ja. Ja, dus die hebben een fair share ervaring met ingewikkelde jongerenproblematiek. En ik denk dat die expertise die zij hebben ook echt kan helpen om hier iets te gaan doen.